Quizvraagje: waar worden vandaag de meeste lintjes uitgedeeld? Hier in Weert of in Voerendaal? Het goede antwoord is Weert. 24 mensen krijgen een lintje. Voor sommigen is het zelfs een echte verrassing. Want uit het koor dat de gedecoreerde komt toezingen, mag ook mevrouw Driesens naar voren komen om een onderscheiding in ontvangst te nemen. En dat is nog niet alles, ook haar man krijgt er een. U stond even met de mond vol tanden. Bent u al een beetje bekomen van de schrik? Nou, het bippert nog allemaal, dus nee, het is een complete verrassing. Hoe zit dat bij u, meneer Driesen? Nou, ook volledig verrast. En dan de gemeente met de minste lintjes. Voerendaal. Sterker nog, hier helemaal geen lintjesregen. Het blijft er droog. Heb je er al, Erne? Wat bedoel je? Een lintje. Een lintje heb ik nog niet, nee. Nee, heb ik niet. Nee. En ook in het gemeentehuis is het even wennen. 28 jaar werkzaam bij de gemeente Voerendaal, maar vandaag is een dag zoals niet alle anderen. Nee, klopt helemaal. Vandaag was ik normaal met de burgemeester op pad om lintjes uit te reiken, maar helaas. Het is ook vaak zo dat de aanvrager een ander moment heeft, bijvoorbeeld een jubileum of iets dergelijks, waarbij ze liever gaan overstaan van hun dierbaren of een vereniging zo'n koninklijke onderscheiding uitgereikt willen hebben. Dus we hebben er toch wel twee, alleen niet op Koningsdag. Een jaar zoals dit, wat u betreft, nooit meer, hè? Nee, helemaal niet meer. Gewoon volgend jaar weer lekker lintjes uitreiken. Dit jaar blijft het dus rustig in Voerendaal. En in Weert? De late avond, dat zal er wel dik in zitten, denk ik. Ons samen kennende en de vrienden en de kennissen, jawel.